Hoi, leuk dat je meekijkt met dit Questions in Quarantine event. Het online event van het Veritas Forum en van de Passion Week. Van harte welkom. Meestal ontmoeten we elkaar natuurlijk offline. En we zijn heel blij dat we een online manier hebben gevonden om in deze tijd toch nog bij elkaar te kunnen komen. En we vinden het heel belangrijk dat jij ook mee kunt praten. Dus we hebben daarvoor iets bedacht. Je kunt naar sly.do gaan. Daar vul je de eventcode QIQ in. En dan kan je meepraten. Je kunt daar je vragen stellen. En die vragen zullen het voer zijn voor het gesprek dat zometeen gevoerd zal gaan worden. Je hebt het misschien al wel gezien, maar deze avond is onderdeel van een serie events. Questions in Quarantine. En zoals ik al zei, juist nu willen we met jullie in gesprek gaan over grote vragen, over de dingen die spelen in de wereld en in jouw leven. En dat is ook precies wat het Veritas Forum en de Passion Week doen als we niet aan social distancing doen. Samen een open dialoog voeren over grote vragen en samen zoeken naar wat waarheid is. Nou, vanavond gaan we dat doen met Andries Knevel en Almutine Lene. Zij gaan samen in gesprek over angst, geloof en hoop. En zoals ik al zei, jij kunt ook meepraten. En dat doe je dus door naar sly.do te gaan. En je ziet, als het goed is, ook deze link in de chat verschijnen. En de eventcode is QIQ, Questions in Quarantine. En je kunt daar al je vragen stellen. Maar als er een vraag gesteld wordt die je heel erg goed vindt, dan kun je die ook upvoten door even op het duimpje te klikken. Nou, het concept van vanavond is relatief eenvoudig. Ik geef straks Andries het woord en hij zal na een korte introductie ook Almutine het woord geven. En daarna gaan ze samen in gesprek. En vergeet dus vooral niet om je eigen vragen te stellen. En dat kan je ook gewoon nu al doen. Nou, wie zijn Andries en Almutine? Almutine is theoloog. Ze werkt als predikant in Stellenbosch in Zuid-Afrika. En als onderzoeker werkt ze daar ook aan de Universiteit van Stellenbosch. En daarnaast is ze docent dogmatiek en kerkgeschiedenis aan Hogeschool VIA in Zwolle. Ik maakte voor het eerst kennis tussen haakjes door haar boek Dansen in de Kerk te lezen. Maar daarnaast heeft ze nog veel meer boeken geschreven. En Andries zou je kunnen kennen van zijn werk bij de Evangelische Omroep. Waar hij recent bijvoorbeeld het programma Andries en de Wetenschappers maakte. Aanrader. En daarnaast is hij ook auteur en theoloog. En Andries, het woord is aan jou. Hey, Maaike, dankjewel voor deze woorden. Ik zit even te kijken of mijn computer goed is ingesteld qua hoogte. Ik doe één boek eronder uit. Dat was een boek over Karel Barth trouwens, wat ik eronder uithaalde. Maar goed, dat is niet zo erg. En ik kijk even of Almutine al in beeld is. Almutine, hoi. Hallo, ik kom in beeld nu. Kijk, ja. Want ik ga je introduceren namelijk. Wat we gaan doen nu is, Maaike al heeft gezegd, dan hou jij een kort verhaal over wat hoop betekent in deze tijd. En dan gaan we daar samen over praten. En dan zie ik allemaal reacties komen in de chat van mensen die zeggen, joh, vertel eens waarom is het eigenlijk niet zo of waarom is het wel zo. Jij zit in Stellenbosch. Ik las dat Zuid-Afrika heel erg in lockdown is, meer dan in Nederland. Klopt dat? Ja, klopt. Wij zitten nu al 5 weken echt in huis. We mogen alleen maar uit voor een boodschapje en voor de dokter. Dus dat is weinig. En ik denk dat ik de afgelopen 5 weken dus letterlijk 4 keer even uit huis ben geweest. Daar komt het op neer. En er worden geen sigaretten verkocht, er worden geen alcohol verkocht. Het is heel streng. Het leger is op de straten. Tienduizenden soldaten die de boel monitoren. Dus dat is ook een heftig idee. Universiteiten zo, alles gesloten. Alles is dicht, ja. Het is veel strenger dan in Nederland, hè, las ik. Want in Nederland is het maar een milde lockdown vergeleken met wat er bij jullie is. Ja, ik word heel jaloers als ik Nederlanders hoor die een rondje gaan wandelen of gaan fietsen. Gewoon boodschappen doen en shoppen tegenwoordig. Ja, heerlijk. Gaan klussen en zo. Dat is hier niet, kan niet. Ik las ook dat Stellenbosch, dat is natuurlijk de streek waar de wijn vandaan komt. Dat er tienduizenden, honderdduizenden mensen, dagloners misschien, hun werk kwijt zijn geraakt. Ja.
Ja, heel veel mensen hebben sowieso geen werk. Het is natuurlijk hier al enorme werkloosheid van meer dan 30-40%. Dus het is ook echt heel heftig qua mensen die honger lijden momenteel. En heel veel mensen inderdaad die ook gewoon hun baan verliezen of al reeds. Ik heb gisteren een gemeentelid gehoord die 80% van zijn salaris moet inleveren. Ja, dat zijn natuurlijk enorme bedragen en dat is te merken. Ja. En doen jullie als kerk daar iets aan? Ja, iets. Ik bedoel, zit er een zorgpoot aan de kerk, diaconaal? Ja. Als kerk hebben wij ook heel veel minder inkomsten ineens. Niet zozeer alleen van gemeenteleden, maar ook van huren en zo. Wij verhuren onze gebouwen en doen daar ook veel dingen mee. Maar we proberen inderdaad wel echt te ondersteunen waar het kan. En ik heb vandaag, heeft mijn man, want die mag wel naar zijn werk toe, heeft nog 500 pakken maïsmeel van 10 kilogram mogen uitdelen. Dus dat met de politie erbij, met wapens. Dus dat is ook wel heftig. Maar ja, dat is mooi als je dat kunt doen. Met veel hulp van Nederlanders trouwens, want die had ik gevraagd om geld te doneren. Dus dat, dat is mooi. Maar je kunt toch weinig doen. Je kunt, we mogen er niet uit. En er is weinig geld. Daar heeft iedereen last van. Dus dat is heel vervelend. En jij preekt online. Zoals veel donderen hier. Ja. Ja? Ja, gewoon vanuit huis. Dus dat moet maar zo. Nou, dan weet ik een beetje de context waarbinnen je functioneert. Je zou een kort verhaal houden over het thema hoop, angst, geloof. Nou, noem ze allemaal maar op, al die menselijke emoties. En daarna gaan we erover praten met elkaar. Ja. Ga je gang. Ja, dank Andries voor de vragen. Dank ook voor iedereen die meekijkt en door wie het is georganiseerd. Mooi dat het op deze manier kan. Ik zei vanmiddag ook wel even tegen Andries... Het is wel speciaal, al zit je nu ver weg, ook in Zuid-Afrika, of zoals ik meestal zit, dat je ineens toch wat gelijk bent aan iedereen die nu via de digitale wereld contact moet hebben. Dus dat is wel bijzonder. Toevallig was hoop ook ons jaarthema, wat we vorig jaar hadden gekozen, onze gemeente. Dus ik heb, behalve dat ik zelf ook lesgeef in eschatologie, onlangs nog weer aan de VIA Hogeschool. Denken wij dus ook als gemeente heel erg na over hoop. En het is wel heel mooi dat het juist in deze onzekere tijden en in tijden van angst dat het thema is. En ik wil eigenlijk over hoop specifiek een paar dingen zeggen. Ik wil wat minder over angst zeggen. Dat laat ik over aan de psychologen enzovoort. Die kunnen daar meer over zeggen. Maar volgens mij is hoop juist ook een heel christelijk concept. Is hoop iets wat we juist als christenen uitproberen te dragen op verschillende manieren. Alhoewel we toch wel in ons dagelijks taalgebruik ook als christenen hoop volgens mij best wel oppervlakkig gebruiken. In de zin van, ik hoop dat ik mijn examen haal. Ik hoop dat ik nog een keer een relatie krijg. Ik hoop dat ik morgen naar de supermarkt kan of zoiets. Hè? Dus het gekke is dat het woord hoop meestal niet echt heel erg veel betekenis heeft. Maar als we in de Bijbel er naar gaan zoeken, naar het woord hoop, dan krijgen we het woord hoop best veel, voornamelijk ook in Romeinen. Ik wil ook echt wel aanraden om dus even het Bijbelboek Romeinen erbij te pakken. Romeinen 4 vers 18, prachtige tekst waar het gaat over Abraham. En ik haal even de vertaling erbij, verschillende vertalingen. Dit is de NBG 51, want dat vond ik wel mooi vertaald. Er staat, en hij, wat dus Abraham is, heeft tegen hoop op hoop geloofd dat hij een vader van vele volken zou worden. Volgens hetgeen gezegd was, zo zal uw nageslacht zijn. Hoop tegen hoop. Hij heeft eigenlijk geen hoop meer. Maar geloof dan toch, vertrouw dan toch dat God een nageslacht geeft gebaseerd op de belofte van God. Dus niet gebaseerd op zijn eigen gevoel, die hoop, maar op wat God dus aan hem heeft beloofd. Maar eigenlijk heeft hij geen hoop meer, maar geloof heeft hij blijkbaar nog wel. Dus die koppeling tussen geloof en hoop is in de Bijbel enorm belangrijk. Je kunt niet hopen als je niet gelooft, als je niet vertrouwt. Ander woord natuurlijk voor geloven. Dus als we nadenken volgens mij als christen over hoop, dan gaat het over God. Dan gaat het over onze verwachting die van God is. En dat betekent ook niet dat we per se alle antwoorden en zo ook direct hebben. Hè? Juist niet, denk ik. Hoop, ik vind dat die Thomas Halik heeft ook een boek geschreven, Niet zonder hoop. De titels krijgen jullie ook nog wel.
En hij zegt ook, God is onze hoop, niet ons bezit. Wel een hele mooie uitspraak. Ook van, het is inderdaad niet iets wat je in je broekzak hebt, wat je allemaal kunt uitleggen. Het blijft een zekere verwachting. Maar wel, wat we zeker kunnen weten, is dat God erbij is. Hoe je omstandigheden ook al zijn, God is erbij. En dat zorgt ook voor dat je een soort van boven je eigen omstandigheden wordt uitgetild. Dat het niet alleen om jou gaat, of iets zeg maar, het gaat om iets veel groters. Dus eschatologie, hè, wat we in de theologie ook eigenlijk vaak de leer van de laatste dingen noemen, noem ik liever de leer van de hoop. Want dat is precies waarover het gaat, dus enorm belangrijk. Niet alleen dus na dit leven, maar ook wat we hier er al van mee mogen maken, of wat we hier al een hoop mogen beleven. En daar vind ik bijvoorbeeld het boekje ook van Jurgen Moltmann, die pak ik er ook nog even bij alvast. Ik kom misschien later nog wel op terug. In het einde ligt het begin, een kleine leer van de hoop. Een prachtig boekje, het leest heel makkelijk weg. Waarin dus Jurgen Moltmann ook zegt, ja, weet je, hoop is eigenlijk pas te sprake als het einde. Een soort van als je merkt dat er ja, eigenlijk geen hoop meer is. Om maar even ook bij Abraham dan aan te sluiten. En dat zie je ook in de Bijbel, bij de ark, bij het kruis. Elke keer in die dieptepunten, in die crisissen, is er hoop. Zelfs met Jezus hemelvaart, waar we naar onderweg zijn. Het lijkt een crisis, maar dan is er weer hoop. De Heilige Geest komt, Pinksteren. Dus hoop voor mij ook de afgelopen tijd heb ik weer beseft. En daarmee zal ik dan ook dit gedeelte afsluiten. Is iets wat vooral van buitenaf komt. Dus wat niet iets is wat in mij is, maar wat dus een persoon is. Wat Jezus zelf is, een geschenk van God af. Dat krijgen we zelf niet voor elkaar. Dat lukt niet, maar God geeft dat aan ons als geschenk. Om te hopen, juist in tijden van crisis. En ik denk dat dat een ongelooflijk mooi getuigenis is. En het laatste boek wat ik even nu hier noem, ik zal de titel maar niet te hard uitspreken, van Mark Manson, een bestseller-acteur, auteur momenteel, heeft een boek geschreven over dat alles, chaos is. Er is eigenlijk geen mooi woord. Het is eigenlijk wel een mooi woord. Alles is fucked. En het boek gaat over hoop. Maar wat hij bijvoorbeeld zegt is, en dat is dus seculiere visie, ja, je moet het eigenlijk maar zelf doen. Jij moet zorgen dat je jouw religie kiest, dat je jouw hoop kiest. En hoop ligt er dan in dat jij het goede als autonome mens doet. Ja, daar verschil ik dan toch wel in. Dat ik denk, ja, hoop is volgens mij juist iets wat buiten jezelf ligt. Als het je niet meer lukt om het goede te doen. Als je geen hoop meer hebt tegen beter weten in. Dus dat is even een paar gedachten hoe ik erover denk. Ik denk dat we ook nog wel kunnen praten. Andries, het lijkt me ook wel interessant over hoop en angst. Hè? Wat je ook nu merkt in de coronatijd, dat mensen zeggen van ja, maar is dit niet de straf van God? En christenen die daar juist angstig van worden. Ja. Nou, volgens mij is hoop sluit juist die angst voor straf van God uit. Want volgens mij moeten we juist als christenen zeggen, die straf is gedragen aan het kruis. En dat maar goed, daar kunnen we het nog over hebben. Heel veel. Nee, je geeft even vast aan wat de volgorde van het gesprek moet zijn. Dat is heel handig voor mij. Dan hoef ik daar niet over na te denken. Hey, die boeken blijf die lastig noemde, voor me, Andries, om niet te lijken. Die boeken die je noemde, ik zit even met mijn licht te spelen, dat zie je. Maar de boeken die je noemde, die komen in de chat, hè? Jurgen Moltmann en Thomas Halik. Ja. Ja, en ook Mark Manson. Ja, ja, met die titel die waarvan ik even schrok toen ik zat te kijken. Ja. Ja. Hoe functioneert dat nou bij jou? Want ik heb die tekst, ik zat even mee te schrijven met je. Die tekst van uit Romeinen 4 vind ik hele mooi trouwens. Hoop tegen hoop. Maar hoe functioneert wat in jouw dagelijkse leven? Je bent in lockdown. Er gaan een heleboel dingen niet goed in het land. Het land gaat naar een afgrond toe. Heel veel mensen zijn alles kwijt. Bij jullie zal dat hopelijk nog wel meevallen. Maar als je het nou de theologie er eens afhaalt, hoe functioneert het nou? Ja, nou ja, dat is. Ik merk al vanaf het begin probeer ik niet inderdaad die antwoorden te zoeken. Hè? Dat ik niet zeg van, wat is dit? Wat gebeurt hier? Waar ligt de oplossing? Maar ik bid wel heel erg voor oplossingen, hè? Voor een vaccin of iets dergelijks. Daarin ligt ook gewoon nu direct hoop. Ik bid ervoor dat leiders wijze besluiten zullen nemen. Dat we met z'n allen gewoon verstandig reageren enzovoort. Dus daarin ligt voor mij hoop, hè? In gebed. Eigenlijk dat je dus kunt bidden, dat je weet dat God luistert. En
Ja, en dat je ook een soort van je er een beetje aan overgeeft. Af en toe dan wordt het me ook gewoon eventjes te veel. En dan komen er gewoon even tranen. En dan is het ook weer goed, zeg maar. Hè? Dus dat ik denk van het is ook. Ik probeer me niet groter te houden dan ik ben. Het is ook gewoon heel vervelend. En misschien niet eens zozeer de eerste plaats voor mij, inderdaad. Want wij hebben het dan nog redelijk goed. Maar wel voor mensen die iemand verliezen. Mijn ouders wonen in Hasselt in Nederland. In een epicentrum van corona. Dus dat die, zijn van die plekken daar bij Zwolle. Ja. Ja, net boven Zwolle. Dus de een, er zijn ook heel veel mensen daar overleden. Ook mensen die ik wel ken. Dus ja, dat komt het ook weer wat dichterbij. Maar dat ik denk van ja, dus dat is ook heel, heel verdrietig en heel vervelend. Maar hoop wordt er eigenlijk alleen maar sterker door. Dat zou nog een interessante vraag zijn. Is zorgen crisissen juist er niet voor dat we ook weer beseffen waar het over gaat? Dan komt er een vraag uit het publiek. Die neem ik dan meteen maar even mee. En die persoon die vraagt, je hebt het over God. Ik geloof niet in een God. Hoe functioneert hoop zonder transcendentie? Ja, goede vraag. Dat was een vraag voor jou natuurlijk. Maar ja, dat ene boek wat je had, dat was toch ook iemand die seculier was en toch met hoop bezig was? Ja, dus het is interessant. Ik heb het boek nog niet helemaal uit. Ik ben al wel ver. Maar dat is dus ook wel interessant. Dat hij eigenlijk religie gooit hij op een gegeven moment op één hoop. Met dat hij zegt van ja, dat is eigenlijk gewoon een soort vorm van inderdaad hoop zoeken. Maar dat kun je ook stellen in idealisme, in een persoon, in een voetbalclub of zo. Dus hij zegt, we hebben het allemaal nodig en het is heel belangrijk. Dus kies wat je wilt en ga daar dan voor, zeg maar. Dat is eigenlijk zijn principe. En ik kan me voorstellen dat enigszins kan werken. Hè? Dat je dus inderdaad zegt, ook als seculier persoon, je gelooft niet in God, maar je hebt toch wel hoop voor de wereld of voor een vaccin enzovoort. Dus daar zijn volgens mij best veel overeenkomsten. Maar uiteindelijk, wat ik net ook al even noemde, voor mij merk ik ook wel de afgelopen tijd dat dus hoop ook wel echt iets buiten mezelf is. Dat als ik de hoop op mijzelf moet stellen of op mensen om me heen, ja, dan blijft dat toch voor mijn gevoel oppervlakkig. Hoop gaat in die zin voor Christen ook altijd net iets verder dan het hier in het nu. Het hier in het nu is ook belangrijk, maar het gaat ook over wat nog komen gaat en hoe God kan doorbreken. Zonder dat je het verwacht. Ja. Een reguliere gast van vanavond die zal zeggen, joh, ik hoop ook op een vaccin. Ik hoop dat ze zo snel mogelijk in Oxford en waar ze ook mee bezig zijn een vaccin vinden. En jij hoopt dat ook. En jij bidt daar, dat zal de seculier persoon niet doen. Jij wel, jij bidt voor een vaccin, maar dat doe je vanuit hoop. Ja. Deze persoon hoopt op een vaccin. Is daar een verschil tussen? Nee, daar liggen dus denk ik ook gewoon prima overeenkomsten, waar ook helemaal niks mis mee is, denk ik. Maar ik denk dat in die zin hoop in God, dus op een persoon, gaat. Dat overstijgt dat wel een beetje. Hè? Dus ik heb ook hoop op dokters en op mensen. En dat lijkt me ook heel gezond. Maar hoop gaat wat dat betreft dan ook nog iets verder om te weten van ja, stel je voor dat ik, dat heb ik de afgelopen tijd ook wel toch weer beseft, stel je voor dat ik ziek zou raken, dat ik zou sterven. Anders, jij hebt het ook van dichtbij meegemaakt. Wat is het leven dan nog? Hè? En wat komt er hierna? En daar heb ik ook niet altijd alle antwoorden precies op, maar dat vertrouwen dan, wat ik heb van het is goed zo, want er komt nog, het mooiste komt nog. Dat helpt mij nu wel ook. Dat ik het stukje ook kan loslaten. Maar dat zou betekenen dat hoop slechts alleen gevuld kan worden vanuit het idee dat wanneer jij of ik of anderen zouden sterven, dat het goed zou zijn, dat je dan bij God bent, hoe je dat verder ook verklaart. Dus dat hoop heel sterk vanuit de eindtijd gevuld wordt. Maar dat hoop nu in het leven van hier en nu nauwelijks een verschil is tussen jou en de meneer of de mevrouw die in de chat zit. Omdat we allebei hetzelfde hopen. Alleen jouw uitzicht is anders. Dus hoop is dan heel theologisch, maar eventjes heel erg eschatologisch gevuld. Ik ga de woorden meer gebruiken. Ook. Jij deed ook één keer. Ja, dat dus ook. Maar ik denk in die zin, anders dat misschien, dat weet ik niet, dat is natuurlijk interessant ook voor gesprek, dat er een verschil in zit dat je zegt, maar mijn hoop voor nu stijgt ook wat boven mezelf uit. Hè? Dat ik denk dat Jezus ons het juist heeft geleerd van het gaat niet alleen om jou. Omdat jij eigenlijk een hele
postmoderne gedachte dat jij het vooral goed moet hebben in het leven. En dat als jij niet een fatsoenlijk goed leven hebt, dan is het eigenlijk een mislukt leven of zo. Hè? Als je niet genoeg presteert. En dat je toch kunt zeggen, ja, maar ik heb hoop voor mezelf, omdat ik deel ben van dus een groter geheel, een grotere mensheid. En dus daar zit denk ik toch misschien nog wel wat verschil in. Maar wat ik zeg, volgens mij is het ook niet erg dat daar ook wel overeenkomsten liggen. Dat lijkt me ook gewoon gezond. Je zei net, ik zou het ook wel even, ik wil er niet aan mee beginnen, maar ik zou het toch ook wel even over angst willen hebben. Je hebt een jong gezin. Is er een periode geweest de afgelopen 6 à 8 weken dat je bang bent geweest? Ja, jawel. Ja, ik heb 1 keer ook in bed gelegen dat ik me heel benauwd voelde. En wat een gemeentelid ook net plotseling was overleden, jong gemeentelid. En toen greep het me wel even naar de keel. Ik dacht van, hé, wat als ik nou inderdaad corona heb of geen goed adem kan halen. En dat ik wel dacht van, stel je voor dat ik nu mijn kinderen moet achterlaten. Mijn moeder stierf toen ik 8 was. Dus ik, dat lijkt me vreselijk als mijn kinderen dat ook moeten beleven. Dus dat, daar hoop ik niet op, zeg maar, dat mij iets overkomt of een van mijn geliefden op dit moment. Nee. Maar dat is weer die angst, dat is niet iets wat permanent bij je is. Nee, omdat ik dan toch daarin denk van, mijn leven is in Gods handen. En dat heb ik dus zelf ook wel beleefd met bijvoorbeeld mijn moeders dood. Dat daarna heb ik als kind en heel veel verdriet gekend, als tiener ook natuurlijk, daarom maar heel erg gemist. Nog steeds. Maar wat ik wel daar merkte, dat God er dus bij was. Dat God mij vasthield. Dat ik troost kon vinden bij God. Dat ik haar op een dag weer ga zien. Maar dat ik nu ook kracht mag vinden om uit die crisis ben ik gekomen, zeg maar. Al was het zwaar en heftig. Met God kom je er altijd uit, zeg maar. Dus dat vertrouwen, dat heb ik dus ook wel voor mijn kinderen, voor mezelf. En dat helpt. Ik ben erg bezorgd. Niet zozeer vanwege mezelf. Ik ben wel erg bezorgd voor de toekomst van mijn kinderen. Al de banen, al die mooie banen. Althans, tot op de huidige dag van mijn kinderen. Misschien wel later van mijn kleinkinderen. De vraag hoe het met de samenleving zal gaan. We proberen mensen wat te helpen ook. Die met name het midden- en kleinbedrijf zitten. Waar het hartstikke slecht gaat met een aantal. Dus er zit bij mij wel iets van forse bezorgdheid. Dat mag ik niet. Dat is onzin wat ik zeg hoor, maar er zit bij mij forse bezorgdheid richting de toekomst, niet zozeer van, eigenlijk helemaal niet van mezelf, maar wel van een heleboel andere mensen. Herken jij dat of zeg je nou, ik heb genoeg aan mijn eigen kwaad om het zo maar te zeggen? Nee, ik heb ook wel die bezorgdheid, maar ik merk toch wel dat ik ook een heel diep vertrouwen heb, dat ik denk van ja, het komt wel goed, weet je, dit is niet de eerste crisis al zal het voor de een veel erger zijn dan voor de ander. Ik wil toch die hoop, is voor mij wel heel sterk aanwezig. En niet zozeer dus de hoop. Daar sluit een mooie vraag op aan die nu binnenkomt. Okay. Die zegt, vanuit mijn vraag van mogen christenen bang zijn? Als alles in de Bijbel zo over hoop gaat, geeft God dan wel genoeg ruimte voor menselijke gevoelens? Ja. Slaat hij niet mijn angst, ongerustheid, bezorgdheid en weet ik wat dood, om het zomaar even te vragen? Nee, juist niet, denk ik. Want in de Bijbel gaat ook heel veel over angst. Ik bedoel, Jezus die zelf bloed zweette van de angsten net voor hij gekruisigd werd. Dus angst lijkt me ook gewoon inderdaad een hele normale menselijke emotie die ook heel gezond kan zijn. Hè? Angst is per definitie niet verkeerd. Het, is, het maakt actief soms. Het kan ook verlammen. Dan gaat het natuurlijk verkeerde kant op. Maar in principe is een gezonde angst, dat zullen psychologen ook zeggen, heb ik laatst nog iemand over gehoord, is niet verkeerd. En in de Bijbel merk je dat ook, dat die ruimte, dat moet je erkennen. Als je die niet erkent, dan kom je nog meer in de problemen. Is dat dan geen zonde als hoop zo dominant is? Zal de vragensteller vragen? Ja, nou, als het goed is, kan dus die angst je laten nadenken ook over hoop. Hè, waar komt dan mijn hoop vandaan? Wat betekent dan hoop? Dus het kan zelfs aanzetten, net zoals twijfel.
kan aanzetten om meer geloof te krijgen. Geloof ik dat angst dus kan aanzetten om meer hoop te krijgen. Dus, dus ik zou daar niet zo bang voor zijn voor die angst. Ik zou dat dus heel erg toelaten. En dan pas daarna komt overgave. Overgave is natuurlijk in principe geloof, hè? Dus dat die angst er is, lijkt me heel menselijk, heel normaal. En moet je ook vooral toelaten. Want dan kun je uitkomen bij hoop. En anders niet. Anders is het oppervlakkige hoop, zeg maar. Ik herken natuurlijk wel iets in die vraag van deze meneer of mevrouw. Omdat de beeldvorming is dat christenen als het ware allemaal opgewekt, vrolijk, fluitend en marcherend door het leven naar de hemel gaan. En alle menselijke emoties niet mogen toelaten of niet kunnen toelaten. Dat geeft frustratie, niet kunnen toelaten. Dus iets van die beeldvorming herken ik wel. Ja. Ja, nee, dus dat, nou ja, goed, wat ik net ook even over mijn moeder zei. Ik heb nachtenlang gehuild als tiener vooral. Het was me zo zwaar. Depressie heeft het veroorzaakt. Het heeft ook nog steeds in mijn leven ook wel negatieve kanten. Hè? Een stukje angst om mensen te verliezen inderdaad. Dergelijk. Dus dat draag ik, dat is een gat wat ik altijd zal meedragen. Maar de andere kant ervan, hè, de troost die ik inderdaad heb ervaren, het besef van hoe kostbaar het leven is enzovoorts, daar probeer ik me dan toch wel op te richten en dat het me dichter bij God heeft gebracht. En dat, dus in die zin, ja, ik ken die beeldvorming, maar het lijkt me dan heel goed als we wat meer tegen elkaar mogen zeggen, die angst mag er zijn, maar dan niet ook dat tegenover die hoop zetten of zo. Van, dat als het goed is, komt die dan meer, krijgt die meer ruimte. In het begin van je inleiding zei jij dat je het niet in eerste plaats wilde hebben over de vraag dat virus een straf van God is of iets anders. Nu toch nog maar eventjes. Afgelopen week is er veel discussie gevoerd in Nederland, Amerika ook veel. Ik weet niet hoe het in Zuid-Afrika geweest is hoor, onder theologen. Wat dit nou te betekenen heeft, niet zozeer dat we er anders door gaan leven, maar eerst eventjes, is dit nou een straf van God? Waar komt dat beestje vandaan daar ergens in Wuhan? Jij wilde het daar eigenlijk niet over hebben en toch stel ik die vraag maar eventjes. Want nou ja, ik zou waar niet kerkmensen mee hebben gezeten. Ja, ik zou het niet hebben genoemd als ik het niet over heb. Volgens mij is het juist goed om het ook op de tafel te zetten, maar ik zou er ook wel snel klaar mee willen zijn, zeg maar, omdat ik denk van, theologisch gezien kan het volgens mij niet de straf van God zijn. En vind ik het ook heel willekeurig om te zeggen, waarom komt de vraag ineens op bij dit virus? En doen we dat niet als het gaat om armoede of om andere ziekten of gewoon de griep enzovoort. Hè? Dus dat vind ik altijd een beetje apart ook. En dat ik denk, ja, theologisch gezien heeft Jezus aan het kruis alles volbracht. De straf gedragen. Dus is voor mij redelijk duidelijk dat we niet kunnen zeggen, dit is een straf van God. Dat is God straf niet meer sinds 2000 jaar? Kijk, ik kan niet helemaal zeggen of dat mensen soms persoonlijk de gevolgen van hun daden als een soort straf van God ervaren en daardoor iets positiefs leren. Dat is aan iedereen zelf om dat te bepalen. Hè? Maar ik denk dat we er heel erg mee moeten oppassen. Want het geeft een beeld inderdaad van God. Dat wat volgens mij dus inderdaad niet klopt met wat er 2000 jaar terug aan het kruis is gebeurd. Ik zou er heel voorzichtig mee zijn en eerder zeggen van dat dit dus de gevolgen zijn van ons eigen menselijke tekortkoming van de zonde, van het kwaad, waar we niet altijd grip op hebben en dat God dat niet wil, maar dus dat het in die zin geen straf kan zijn, daar geloof ik echt niet in. Dan zeggen we dat het kruis maar half gebakken is geweest of zo. Hoe lees jij dan al die artikelen? Ik heb er heel wat gelezen. Ook uit Amerika moet ik zeggen hoor. In Nederland viel het misschien nog wel mee. Waarin toch in Amerika werd het gezien als straf of op het liberale politieke beleid van de afgelopen 10, 20, 30 jaar. En vul dat allemaal maar in. Dat is niet zo moeilijk om dat in te vullen. Hoe lees je dat dan? Ja, ik denk dat wij als mensen weten we heel diep van binnen dat we fouten maken. Schuldig zijn, zeg maar, hè? Aan het lijden van anderen, het lijden van onszelf, het lijden in deze wereld.
En ik denk dat dit soort dingen dan heel snel op dat knopje drukken, wat we diep van binnen hebben van schuldbesef. Wat we dan ook weer op God projecteren. En dus zeg maar, ja, zie je wel, God straft. Dus het is volgens mij psychologisch heel goed te verklaren. Theologisch dus ook wel. Maar ik vind het dus echt wel, ik schrik ervan hoeveel christenen dat zo interpreteren. Dat vind ik echt schokkend. Want dan denk ik, ja, dan hebben we dus niet begrepen wat Jezus aan het kruis heeft gedaan. Dan, het zegt meer iets over ons menselijk denken, waarvoor Jezus juist aan het kruis is gegaan, dan dat het iets zegt over wie God is. Ik ga even naar weer wat vragen. Ja. Leuk dat ze binnenkomen trouwens. Hoi. Dit is een vraag vanuit de psychologie, denk ik dan maar. Namelijk, kan je hoop halen uit iets wat je zelf bedacht hebt? Als je dus je hoop uit God haalt, maar hij er uiteindelijk niet blijkt te zijn. Deze vraagsteller houdt nog de mogelijkheid open dat hij er misschien wel is. Maar het is een hoop dus als een soort psychologisch proces. Iets wat je uit jezelf haalt, vanuit het beeld wat je hebt gecreëerd, vanuit je angst misschien wel, dat maar een God moet zijn. Ja. Het is een vraag vanuit de godsdiensthistorische filosofie uit de 19e eeuw. Maar dat zal de vraagsteller misschien niet weten, of wel? Nou ja, kijk, inderdaad, qua als je, nou ja, het is ook dus wat Mark Manson eigenlijk nog zegt, van ja, wat je ook al kiest, hè, de religie is eigenlijk dat ook, alleen projecteer je dan een beetje op iets alsof dat buiten jezelf ligt, maar dat is niet zo. Dat ligt uiteindelijk toch nog in jezelf. En ja, je zou het zo kunnen zien. Ik bedoel, wat dat betreft is dat natuurlijk niet heel raar, maar dan denk ik wel dat je uiteindelijk dus door de mand gaat vallen. Dus dat je uiteindelijk dus teleurgesteld raakt. En er zijn genoeg ook christenen die dat dus beleven, die een soort van hernieuwing in hun geloof beleven, een soort opwekkingachtig, charismatisch gebeuren. En dan zeggen, ja, nu, hè, nu ga ik dit beleven, nu gaat dit veranderen. En dan uiteindelijk toch ook heel erg teleurgesteld worden in de kerk of in zichzelf of in God. En dus ik denk dat dat zeker kan gebeuren. Maar daarom vind ik het ook juist zo mooi om te zeggen, ook tegen mezelf, dat hoop hebben is dus juist, dat geloof hebben, hoop hebben, beleef je juist als je eigenlijk niks meer overhoudt. Als je dus juist niet dat opbouwt en zegt van, dit is allemaal wat hoop inhoudt en dit is wat het is en al die antwoorden hebt en het allemaal zo goed weet. Maar dat je juist eigenlijk zegt van ja, als je het niet meer weet, dat je dan merkt van hé, er is toch iets buiten jezelf om. Wat ervoor zorgt dat je doorgaat. Dat er ineens toch een nieuw begin is. Terwijl jij dacht dat het is voorbij of zo. Hè? En dat dus ook, dat dus wel over de dood heen gaat. Dat je dus ook zelfs kunt zeggen, de dood is niet het einde. Hè? Dus ik zie een klein jongetje komen. Of is dat niet een klein jongetje? Ja, er komt iemand aan die had moeten slapen. Ik heb een knuffel. Nou, ga maar slapen. Hoi. 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 Even kijken, te nieuwsgierig. Ik zag eerst de schaduw, ik dacht, komt wat aan. Ja. Verraden door de schaduw. Ja. Nou, je weet niet meer waar je bent, dat geeft niet, want die vraag die komt nog wel eens een keertje langs, denk ik, de komende 3 kwartier, of je hoop kunt halen uit iets wat niet bestaat, om het zo maar te zeggen. Of wat je zelf hebt gecreëerd, of zelf hebt bedacht. Het kan dus, maar uiteindelijk gaat dat denk ik dus wel door de mand vallen. Nog één iemand die terugkomt op een vorig antwoord dat je gaf. Dat was, het klinkt bij jou dat de hoop vooral gevuld wordt door de belofte van het eeuwige leven. En hoe functioneert die hoop? Niet, nee? Nou ja, dat is nee. Hoe zit het met hoop nu? Hier en nu op 30 april 's avonds om 8:30. Ja. Nee, ja, beide dus. Ik vind Gijsbert van den Brink en Kees van der Kooi, die zeggen dat ook wel heel mooi in hun christelijke dogmatiek. Van ja, als hoop over alles gaat wat nu is, zeg maar, ja, dan is het eigenlijk ook geen hoop. Dus het gaat ook juist over wat komen gaat. Maar je hebt ook christenen die inderdaad zeggen van ja, stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Hè? Het gaat allemaal over wat nog komen gaat. Dus ik probeer daarin heel erg een middenweg te zoeken. Dat het beide is. Dat het dus zeker ook gaat over nog wat komen gaat, na de dood enzovoort. Maar als het goed is, merk je
daar nu dus ook al wat van in crisissen. Als er dus iemand overlijdt en jij denkt, hoe moet ik verder zonder diegene? En dat dat toch dus lukt. Dat als iemand zonder eten is, een gemeentelid laatst, die zaten letterlijk ook op hun dieptepunt. Dat ze niks meer hadden qua eten en qua drinken en eigenlijk hun huis uit moesten. En toen toevallig belde ik om te zeggen, joh, weet je, we gaan jullie huur de komende 2 maanden betalen. Ik heb, komt er nog één? Ja. Heb je daar? Even naar papa toe. Oké. Dat ik toen belde en zei, ja, we gaan de huur voor jullie de komende 2 maanden als kerk betalen. Ja, en dat hij zegt van, ik heb juist vanochtend tegen God gezegd, nou, u heeft ons altijd nog geholpen. Maar vandaag geloof ik er niet meer in. En daar kwam het telefoontje. Hè? Dus ik vind juist ook hier in Zuid-Afrika beleven, dat was voor de coronacrisis. Kun je beleven dat hoop dus nu voor mensen heel veel kan betekenen. Hoop op werk. Als iemand bij ons werk zoekt, want zonder werk hier kom je nergens, want we hebben geen bijstand enzovoorts, dat soort zaken. Ja, dan gaan we als gemeente actief op zoek dat diegene werk kan krijgen. Dat we toch iets kunnen vinden voor diegene. En dat is hoop, volgens mij. Dus iets wat nu vandaag praktisch iets kan betekenen. Dus volgens mij is er genoeg om te noemen wat nu kan gebeuren. Maar het kan nooit alleen het nu zijn. Dat vind ik ook te kort doen. Oké. Iemand anders, die draait de vraag even om hoor, die gaat je een beetje helpen misschien. Hebben atheïsten volgens u een goede verklaring voor het kwaad? Als christenen, dat is de vooronderstelling denk ik, geen goede verklaring. Hebben christenen een goede verklaring voor het kwaad? En daarna ga ik wel naar die vraag van die meneer of mevrouw. Hebben atheïsten een goede verklaring voor het kwaad? Eerst maar even de vraag die niet gesteld wordt. Hebben christenen een goede verklaring voor het kwaad? Christenen hebben volgens mij geen sluitende verklaring voor het kwaad. Volgens mij blijft dat inderdaad een vraagteken. Ik heb ook wel eens gelezen bij een theoloog die zei van ja, weet je, de vraag van waar komt het kwaad vandaan, ja, die gaan we nooit oplossen. Maar dat de oplossing gegeven is in het kruis en de opstanding, dat is er wel. Hè? Dat wil niet zeggen dat we er niet bezig mee moeten zijn, waar komt het kwaad vandaan. Dat is natuurlijk wel een zinvolle vraag. Maar daar gaan we niet helemaal, daar komen we denk ik niet uit. Dus ik zou in die zin ook willen zeggen, atheïsten komen daar volgens mij ook niet uit. Dat is vraag 2. Ja, komen atheïsten? Maar die hebben daarin denk ik een andere oplossing, waar dus voor christenen het kruis is, de opstanding is. Is het denk ik voor christenen inderdaad, nou ja, om maar even dan, of voor atheïsten om maar met Mark Manson te spreken, is dat dus hetgene wat in jezelf ligt. Jij kunt het beter maken. Jij bent een autonoom mens die keuzes heeft, die je kunt maken. Kies daarvoor en maak voor jezelf er het beste van. Dus in die zin denk ik zijn er aan beide kanten wel oplossingen en zijn er ook ideeën over. Maar bij christenen denk ik dat je wel zult zien dat men het kwaad eigenlijk als veel dieper ziet, hè? Dus veel, veel groter, ook dat het dus te maken heeft wel met God en met Satan enzovoort. En dat het voor atheïsten minder groots waarschijnlijk is. Maar de oplossing dus bij christenen is ook groter. Als wat het zeg maar bij atheïsten is, die dat denk ik veel meer in zichzelf zoeken. Toen die discussie in Nederland gaande was, een paar weken geleden hoor, of dit nou een straf van God was, of dat het een soort pedagogisch doel heeft om ons wat op te voeden en misschien uit die cultuur te halen van alsmaar meer en beter en mooier. Toen waren er ook mensen die zeiden, ja, dat zijn de verkeerde vragen en verkeerde antwoorden. De vraag is wat het voor jou betekent. Dus geen theologische vraag, want dat weet je toch niet. Maar wat doet het met mij? Wat doet deze coronacrisis met jou? Ja, ik wou wel zeggen, voor iedereen is dat volgens mij ook iets anders. Daarom ben ik ook altijd heel voorzichtig met dus zulke antwoorden te geven of te zeggen, dit is wat het is, of er is een pedagogisch doel mee. Fijn en mooi als mensen er voor hunzelf inderdaad positieve aspecten uit kunnen halen. Dat is mooi. Maar dat maakt het nog niet goed. Dus wat het voor mij
betekent, is dat ik toch inderdaad wel weer opnieuw diep nadenk over de betekenis van het leven en hoe kwetsbaar het is. Dat is voor mij wat ik weer besef. En dat besef ik ook wel op andere momenten, maar nu nog meer. En ja, dat het toch ook weer laat zien dat het leven ineens heel anders kan zijn. En dat we dan met die nieuwe levensstijl waar we ons moeten aanpassen, daar het beste van moeten maken. En niet dus een soort optimistisch iets, maar dat we daar dus mee om moeten leren gaan. En moeten zeggen, nou, dit is hoe het is nu. En daar moeten we het mee doen. En ja, dat is dan de kunst. En dat is iets wat ik per dag probeer te doen. Dus niet ook te ver vooruitkijken. Dus gewoon per dag leven en wel, ja, wel hoop blijven houden en door blijven gaan dat dingen weer beter zullen worden. Daar geloof ik echt heel erg in. Maar ja, wel per dag dat benaderen en niet te grote antwoorden zoeken. Dat probeer ik echt te vermijden. Want met welke vragen komen jouw gemeenteleden nou naar je toe? Of is dat helemaal niet verschillend tussen Stellenbosch en hier in Nederland of waar dan ook? Nee, je merkt ook net zo goed hier dat mensen dus inderdaad echt met bijbelteksten wel gaan zoeken naar antwoorden. En dus inderdaad ook gaan kijken wat de straf van God is, enzovoort. Dus, maar het is hier wel echt meer, denk ik, dan in Nederland ook het praktische gewoon. Echt het praktische van, ja, we hebben honger. We verliezen ons huis, we verliezen ons werk. Dus, en terwijl het dus ook niet zo heel nieuw is hier, hè? Aan de andere kant is Zuid-Afrika sowieso dus al een land van crisis en wanhoop. Dus we zijn er ook wel aan gewend ergens, hè? Het is nu wel extreem. Maar ja, het is niet voor niets wat wij als thema ook hoop al hadden gekozen, omdat het land al eigenlijk zoveel wanhoop kent. Ja. Maar het mooie daarvan is dus ook wel, hè, dat zonder om dat niet, ik wil het niet bagatelliseren, die vreselijke realiteit van veel mensen, maar dat je dus ook wel heel snel verschil kunt maken. Dat je dus als kerk en als christen hoop kunt uitleven, letterlijk inderdaad. Dus als of het nou in een broodje is, of dat het nou is in een zeker gesprek of een gebed, en hoe beperkt ook, dat toch een verschil kan maken. Ja, dat is wel heel mooi. In Matteüs 24 heeft Jezus een redenvoering gehouden over de dingen die komen gaan. De reden van de laatste dingen heet die, oorlogen. En, er staat een woord voor virus, maar een ander woord staat er. En pest. En nog een aantal andere dingen. En dan is het einde van de wereld daar. Nou, wat ik de laatste 10 dagen ongeveer eerst, er waren heel veel stukken die ik las over de vraag, is dit nou een straf van God? De laatste 10 dagen lees ik veel meer over, dit zijn de laatste voetstappen, of de laatste tekenen. Het is allemaal voorspeld, er is hongersnood, er zijn oorlogen, er komt deze pest er nog eens bij, waarvan we denken dat we hem helemaal niet onder controle zullen krijgen de komende tijd. Het is 2 voor 12. Nou, ik heb hier een hele stapel artikelen op mijn bureau, die kan ik je allemaal laten zien. Ja. Om het even heel eendimensionaal te zeggen, Jezus komt terug. En snel. En dit is het teken. Ja. Jezus komt zeker terug. Maar hoe snel het is, weet ik niet. Ik heb net een boek, ben ik aan het afronden, die ik schrijf, Kerkgeschiedenis voor iedereen. Dus ik ben de hele kerkgeschiedenis weer doorgegaan, mijn deel is van 0 tot 1300. De kruistochten ben ik momenteel. En inderdaad de pest die er dan ook direct daarna redelijk al aankomt. Ja, weet je, ik ben er ook voorzichtig in. Dat ik denk van, er zijn eigenlijk al sinds Jezus hemelvaart, zijn er allerlei problemen. Vandaag de dag lijkt ze soms groter, omdat we veel meer een globaliserende wereld zijn. Omdat we techniek hebben, technologie, waardoor we precies weten wat er aan de andere kant van de wereld gebeurt. Ik probeer er voorzichtig mee te zijn, maar aan de andere kant, dat Jezus weer komt, dat Jezus al zegt in zijn tijd, het koninkrijk is er. Dat lijkt me een feit. En dat is ook wel wat eschatologie, wat het boek ook van Jan Hoek, Hoop op God, ook wel heel mooi zegt, nog een laatste boek, is dat, dat het gaat over God. God komt. En God, in Openbaring lees je het ook, God heeft de strijd gewonnen. En er is nog strijd, maar God gaat die winnen, zeg maar. Dus dat is voor mij ook iets dat ik denk, het is
al veel langer gaande. En dit zullen tekenen zijn, maar niet minder dan dat die al 2000 jaar er zijn. En het is eigenlijk, Openbaring is een boek natuurlijk van bemoediging. Hè? Bemoediging ook voor christenen die dus vastzitten in vreselijke omstandigheden van vervolging enzovoort. En dat je dan ziet, ja, maar God is aan het werk. God laat ons niet alleen. God is bezig met deze wereld. En al heb je het gevoel dat het misschien naar de verkeerde kant op gaat, dat het naar beneden gaat, eigenlijk is dat niet zo. God komt en dat is positief. Dat is iets wat we nog de hele geschiedenis zien. Zodra het leidt op de ergste crisis, begint er een nieuw begin. Daar moeten we niet bang voor zijn. Ik ben bang dat als mensen ook zeggen, het zijn tekenen. Het zijn geen tekenen, het is het teken op dit moment. Ja, nou, het teken. Het is bijna zover. Alsnog angst aanjagen. Hè? Van, God komt, zorg dat alles voor elkaar is, enzovoort. Dat vind ik dus ook niet de juiste benadering. Maar dat God bezig is om te komen, dat is zeker zo. Dat was de vraag niet. De vraag was, is dit het teken, gevoegd bij de oorlogen en de hongersen die we hebben gehad, dat het nu inderdaad, wat ik lees hier in de kranten die ik nu naast mij heb liggen op mijn bureau, althans de bladen die ik heb liggen, dat het einde is nabij? Nee? Nee, ik zou daar heel voorzichtig in zijn. We gaan naar de volgende vraag. Ik zie het al, deze vraag landt niet. Kun je je als het ware trainen om je geloof sterker te laten zijn dan je angst? Een mooie vraag hoor. Zeker in deze tijd waarin het Bijbellezen niets uit lijkt te maken. Dat is een mooie vraag. Kan je nou je als het ware trainen om je geloof wat sterker te maken dan je eigen angsten? Als Bijbellezen niks uitmaakt. Mooie vraag toch? Herkenbaar. Dus als je inderdaad de Bijbel geen kracht kunt krijgen of iets dergelijks. Het zijn letters. Je leest, maar het doet je niks. Nee. Dank u wel. Mooie vraag. Ja, mooie vraag, zeker. Ja. Het is een lastige vraag ook wel, hè? Kun je dat trainen? Dat klinkt een beetje alsof het dan ook weer uit jezelf moet komen. Ik denk wel dat deze tijd geeft sommigen van ons, ook niet iedereen, wel wat meer rust en ruimte om dus ook door je eigen angsten en je eigen vragen heen te werken. En dat lijkt me goed. En dat als het goed is, zou dat ook je geloof inderdaad kunnen versterken. Dus wat dat betreft zou dat kunnen. Het is lastig om te antwoorden, want het hangt natuurlijk ook vanaf met welke angst je dan zit. Laat ik om mezelf spreken. Ik ben de afgelopen weken zo in beslag genomen door alles wat er via de moderne media op mij afkomt. Dat ik merk dat het me inderdaad zo in beslag neemt dat het mijn geestelijk leven in de weg staat. Ja. Ik ben veel te veel bezig met dit computerscherm en dat computerscherm. En maar volgen wat er gebeurt. Mijn oude journalistieke baan natuurlijk. Ja. Maar ook nu ik geen journalist meer ben, volg ik het zo dat ik af en toe denk, stop daar nou eens mee. Want het belemmert je geestelijk leven. Althans bij mij wel. Ja, herkenbaar. Ik heb ook op een gegeven moment, in het begin zocht ik ook allemaal heel veel informatie en je wilt weten hoe het zit en je wilt alles volgen. Maar daar word je inderdaad alleen maar onrustiger van. Het vlakt af. Ja, dus het is inderdaad denk ik wel zaak om jezelf ook een beetje te beschermen. En angsten, wat dat betreft kun je dat natuurlijk wel trainen. Dat je zegt, geef je daar heel veel aandacht aan en voed je die. Of laat je een soort van, werk je daardoor om op overgave uit te komen. En dus daarin heb je in die zin wel een keuze en kun je dat wel enigszins trainen, ja. Ik zal een bijbeltekst noemen, dat wordt tijd inmiddels. We zijn al 50 minuten bezig, hebben we nog geen bijbeltekst. Ja, we hebben die mooie uitgelegd, Romeinen 18. Nee, ik kan weer vergeten. Nee, mooi. Een tekst die mij geraakt heeft, daar ga ik zondag ook over preken. Okay. Voor de camera. En dat is uit Psalm 27. Daar staat een tekst. Mijn hart zegt u na.
Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid, Heer, wil ik zoeken. Die raakte mij, want het is David in Psalm 27, vers 1 tot en met 7. Alles gaat hem voor de wind. Het gaat geweldig allemaal. Hij is over de top. Dat je denkt, David, even een beetje dimmen. Dat was de economie van Nederland tot en met de 31 januari. Het ging hier geweldig goed. Ja. Of met mij. En dan zit er dan gebeurt er iets. En dan zegt hij die prachtige woorden. Mijn hart zegt u na. Zoek mijn nabijheid. Uw nabijheid wil ik zoeken. Als het ware komt hij tot zichzelf. En zegt dat hart van David tegen hem. Hey David, joh. Denk nou eens aan die woorden van God, zoek mijn nabijheid. Nou, dat ga ik weer doen. Ja, dat heeft voor mij, even tegen die meneer of die mevrouw van die vraag, dat heeft mij geholpen de afgelopen weken om weer uit te stijgen boven de vervlakking van het informatie zoeken rond van alles wat met corona te maken heeft. Het heeft mij ook geholpen in de verontrusting die ik heb, de zorg voor anderen. En het heeft mij weer laten concentreren op datgene wat God van ons vraagt. Namelijk om zijn aangezicht, oude woord, nieuwe woord, zijn nabijheid te zoeken. Dus ik denk wel dat je een soort geestelijke oefening nodig hebt. Ja. Training, modern woord. Nee, de psalmen lenen zich daar natuurlijk uitstekend voor. En te focussen weer. Om je weer te focussen op God. Ja. Want als je dat niet doet, dan binnen de kortste keren gaat het als zand tussen je voeten verdwijnt het. Ja, nou ja, ik vind het wel belangrijk wat je zegt, Annelies. Want die psalmen lenen zich daar mooi voor. Maar Mark Manson die laat ook wel zien dat juist in de tijden dat het goed ging, mensen eigenlijk ook heel erg angstig waren. Depressieaantallen in Nederland zijn ook gewoon hoog, zinloos. Het wordt bestaan juist ook als je veel hebt, hè, veel bezit, veel geld. Het maakt niet gelukkig. Dus daarin blijft iets van een zoeken naar, waarin vinden we dan ons geluk? Waarin vinden we onze identiteit? En andere woorden uit een psalm, wees stil en weet dat ik God ben. Hè? Dus wel iets van, in hoeverre vertrouwen we op God met alles wat we hebben en alles wat we niet hebben. En als dat wegvalt, en dat is wel dat is dan een hele belangrijke vraag om wel aan onszelf te stellen. Wat stelt ons bezit voor? Hè? Wat is al ons geld ons waard? Hoe belangrijk is dat? Wie zijn we nog als we niet die baan meer hebben? Als we niet meer kunnen reizen? Wie zijn we dan nog in God, in Christus? En dat lijkt me een hele belangrijke vraag om aandacht aan te geven voor jezelf. Ja. Nou, jij gaf Romeinen 4 vers 18 door. Vond ik een hele mooie tekst. Ik geef dus Psalm 27 vers 8 door. Zoek mijn nabijheid. En die nabijheid zal ik zoeken. Ik ga nog even verder. Er worden allemaal vragen gesteld. Het is dat leuk allemaal. Is dit het einde van de tijd? Dat hebben we gehad. En dat trainen, dat hebben we nu. Geestelijke oefening heette dat vroeger. Je concentreren. Wij hebben op onze kerkraad, noemen we dat ook nog geestelijke oefening. Geestelijke oefening, ja. Psalm 86 voor de kenners. Ik ga even verder in mijn vragenlijst. Ja, dan de vraag natuurlijk. Er zijn natuurlijk ook andere religies waar mensen hun hoop uit putten. Werkt dat net zo goed? Dan zouden we alle religies voorbij moeten gaan. Ja, minder een paar, ja, de grote. Als je de islam bijvoorbeeld kijkt. De hoop. Kijk, en natuurlijk voor het jodendom geldt het ook wel. Er ligt hoop in dat inderdaad God op een dag alles recht komt zetten. Maar dat kan ook dus weer angst veroorzaakt, net zoals wat het voor christenen dus ook dat kan veroorzaken. Behalve als je dus heel erg het besef mag hebben dat je veilig bent bij God. Als je weet dat je in Jezus geborgen bent, hè, dan hoeft dat geen angst te veroorzaken. Dus ik denk in die zin dat er zijn vast ook moslims en joden die zich ook heel veilig voelen bij God. En ze zeggen, dit zit wel goed.
Maar er zijn net zo goed ook moslims en joden die dat niet ervaren. En die daar angst over hebben en die dat niet zeker weten. En ja, dan is Jezus natuurlijk op zich wel, wat mij betreft, heel belangrijk. Want voor mij ligt die zekerheid dus in Jezus. En een jood en een moslim hebben die zekerheid natuurlijk niet. Maar dat wil niet zeggen dat zij niet zeker zijn van dat, dat ze in het hiernamaals, zeg maar, komen. Of dat ze nu kracht ontvangen om allerlei dingen te doen. Dus ik wil dat niet generaliseren. Maar ik vind Jezus daarin voor mijzelf wel een heel belangrijk onderscheid. Met de andere wereldreligies. Maar dat iets boven jezelf, iets groter als jezelf. Dus dat geldt voor de wereldreligies. Dat je kan helpen, dat zeker. Jij gaat zondag preken? Ik heb afgelopen zondag gepreekt. Waar heb je over gepreekt? Johannes 14. Dat eigenlijk een beetje past bij Hemelvaart en Pinksteren. Jezus die zegt dat hij weggaat. En dat hij de discipelen niet als wezen zal achterlaten. En dat hij dus naar de Vader toe gaat. En dat hij en de Vader één zijn. En ook iets wat ik wel mooi vind daar in deze tijd. Dat je ook dus bij Jezus ziet van hij is er niet meer. Je kunt hem niet zien. Zoals wij elkaar ook niet nu allemaal meer kunnen zien. Maar dat daar toch die bijzondere eenheid is. En dat wij die met God dus ook mogen. Wij zien Jezus ook niet. Maar we geloven wel dat hij bestaat. En ik vind dat wel ook iets moois wat ik de afgelopen tijd ook weer opnieuw beleef. Met dat we elkaar ook dus nu niet allemaal kunnen zien. Maar toch verbonden mogen zijn met elkaar. Ja. De wezenzondag heette dat. Hè? Ja, klopt. Hier een vraag. Waarom geloof jij eigenlijk dat God bestaat? Kijk, komen we daaruit. Waarom geloof ik eigenlijk dat God bestaat? Heel veel redenen, denk ik. Omdat ik eigenlijk dus de wereld te wonderlijk vind voordat het allemaal, dat er niet een intelligente ontwerper, zeg maar, achter zit. Hè? Dus dat vind ik wel een belangrijke reden. Maar ook omdat ik God meerdere malen in mijn leven op bijzondere manieren heb ervaren. En ook ergens een diep bewustzijn heb dat ik leef op zijn adem, denk ik. Dat ik dus, en omdat het hoop geeft. Omdat het uiteindelijk vind ik het mooiste verhaal. Ik vind het een heftig verhaal. Hè? Het evangelie is geen makkelijk verhaal. Ik vind het heftig ook. Maar ik vind het wel het meest logische, gek genoeg, hè? Terwijl het ook een heel onlogisch verhaal. Dat ik denk, het is een mooi verhaal. Beetje zoals de film Life of Pi, die ken je misschien ook wel, Andries, hè? Dat de jongen die is op die boot met een tijger en andere dieren en dan op het laatst, aan het einde van de film, vraagt iemand van, was dat het verhaal, zeg maar, of waren dat gewoon, was een afschuwelijk verhaal? Welke keuze maak je? En dat ik denk, ik kies dan toch voor het mooie verhaal. Dat ik denk van, het is niet per se makkelijk en alles valt uit te leggen. Maar wat vind je niet makkelijk erin? Ik vind Jezus volgen niet makkelijk. Ik denk wat Jezus vraagt, om dus te denken aan anderen, dat het niet alleen over jezelf gaat, dat je nederig moet zijn, geduldig moet zijn, al dat soort dingen. Ja, dat vind ik best pittig. En hoe verklaar je dan geweld als God inderdaad een liefdevolle God is? Dus het roept ook heel veel vragen op, vind ik, geloven. Maar wat ik ervoor terugkrijg is gelukkig veel meer. Is dat iets wat de kerk iets... ik zie dat we bijna moeten afronden. Dat we dat vergeten zijn om te vertellen dat geloof iets heel moois is en prachtig, maar dat tegelijkertijd het ook iets is wat best lastig is, dat we het iets te glad hebben gemaakt. En dat we iets van de weerbarstigheid niet hebben willen vertellen, durven vertellen of kunnen vertellen, hoe dan ook. Ja. Dat komt dus nu ook juist in deze coronatijd wel weer uit. Hè? Dat je ziet van christenen die heel snel antwoorden gaan geven, heel snel oplossingen willen
willen aandragen enzovoort, waarom dit allemaal is en wat het doel ervan is. Ik denk van ja, wees maar even stil. Weet je, we weten het gewoon niet allemaal. En laten we treuren, laten we klagen, laten we de zinloosheid ook ervan van inzien, want dat is er ook. Dus wat mij betreft inderdaad mag het allemaal wel wat minder glad. En ja, mag die rauwe realiteit wel wat meer gewoon er zijn. Ja. Maar niet zonder hoop. Oh. Om het woord nog maar eens te noemen. We gaan afronden. Ik vond het heel leuk om te doen met je, Almatine. Nou, ik vond het leuk dat er zoveel vraagstellers waren ook. Ook leuk. Ja, mooi. Als er nou nog vragen overblijven die wij niet hebben kunnen bespreken, dan kunnen ze mij of jou of wie ook al altijd mailen. Hè? Dus ik dat is prima. Ja, dat gaat Maaike. Ik denk dat Maaike, want Maaike gaat het nu afronden. Dat Maaike dat even gaat zeggen. Aan Maaike. Ja. Ik noem even twee teksten. Ik noem de tekst van haar. Dat was Romeinen 4 vers 18. Een mooie tekst. Die ga ik opzoeken en dan ga ik eens je opkouwen. En ik noem Psalm 27 vers 8. Die kwam van mij, maar die was geschreven door David, dus dat maakt er niet zoveel uit. Dus ik bedank jou vast en Maaike neemt het nu over, toch Maaike? Yes. Okay. Ja, jij ook, Andries, voor je scherpe vragen. Ik vond het leuk. Ja, ik ook. Dank. Mooi. Ik ook. Heel erg bedankt, Andries en Almatine. Ik vond het ontzettend interessant om jullie gesprek te volgen en ik hoop dat jullie, iedereen die mee heeft gekeken, dat ook vond. Bedankt voor het meekijken, voor het meedoen. Zoals Almatine net al zei, we hopen dat je vragen beantwoord zijn. Maar mocht dat nou niet het geval zijn, stuur dan even een mailtje naar info@veritasforum.nl. We beloven niet dat we al je vragen kunnen beantwoorden, maar wel dat we met een reactie komen. En verder willen we je vragen om even te laten weten wat je van het gesprek vond door het formulier in te vullen dat nu in de chat verschijnt. En volgende week is er weer een event van Questions in Quarantine op 6 mei, dinsdagavond 6 mei om 8 uur. En dit keer met Peter Payne. En het gaat dan over A God Who Cares, met een vraagteken erachter. Dus nou, ook weer super interessant. Peter is filosoof en zoals hij zelf zegt, loves reasoned reflection and discussion on issues related to the Christian faith. Nou, het lijkt me ook weer super interessant en ik hoop dat je er ook weer gewoon bij aanschuift. We hopen je dan te zien en voor nu wensen we je een hele fijne avond toe. Dankjewel en tot ziens. Dank.